Ja, de top 5. En hij is te gek, nu al. Voordat we hiermee begonnen, zat ik al bij mezelf te bedenken welke platen, echte 90's platen, zou ik nou in die top 5 zetten. En er staan er nu al 3 in die ik er sowieso in zou zetten. Ik vind de keus van Gijs, Get Ready For This van 2 Unlimited, echt top. Ik vind het gewoon de beste die er is van 2 Unlimited. Maar daar moet er natuurlijk ook eentje uit. En dat is geworden Marco Borsato, Dromen Zijn Bedrog. En dat heeft dan niks te maken met dat het geen goede plaat is, want het is natuurlijk gewoon een prima plaat. Maar misschien is het ook wel een beetje radiodeformatie dat je die muziek zo vaak hoort dat ik het niet, zeg maar, de beste vind van de hele lijst. En er komt er ook eentje voor terug. Ik heb getwijfeld tussen 2 platen, echt wat mij betreft de 90's knallers. Crystal Waters met Gypsy Woman. La da di la da da. Die is het niet geworden. Het is wel geworden. En die, dat is mijn bijdrage aan de top 5. Massive Attack en Unfinished Sympathy. Het is sowieso een te gek nummer. Ik heb dat nummer zo vaak en zo hard gedraaid in die tijd op mijn oren. Dat ik er letterlijk een gehoorbeschadiging aan heb overgehouden. Nou, dat is helemaal niet leuk, Jeroen. En er zit een hele coole clip bij. Die zij eens moeten checken op YouTube. De zangeres van dat nummer loopt door een straat. En de camera loopt voor haar uit. En dat is de clip. Meer gebeurt er niet. Dus bij deze mijn bijdrage aan de top 5. En laat hem erin staan. Massive Attack en Unfinished Sympathy.